Flevo Campus is in mijn beleving een nu nog hele virtuele plek waar we met een aantal kennispartijen werken aan het positioneren van de stad en de regio op het gebied van Feeding the City. En dat doen we door kennis te ontwikkelen en te delen, waarbij het thema Feeding the City echt uit de verf gaat komen en waarbij dat thema echt wordt geladen als een thema waarvoor je hier zou moeten zijn. En wat de Flevo Campus probeert te bewerkstelligen, dat is dat we met z'n allen meer zicht krijgen op hoe kunnen we gezond en duurzaam geproduceerd voedsel bij de burgers in de stad krijgen. En daarmee bij te dragen aan de duurzame voedselproductie van morgen. Over een jaar of 5 staan hier een aantal prachtige gebouwen, waaronder het innovatiepaviljoen van de provincie Flevoland, maar ook de nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere. Daar zal er een start-up village zijn. Dus we hopen hier een hele levendige campus te hebben waar echt iets gebeurt, waar mensen wat kunnen zien, kunnen voelen, kunnen proeven, kunnen onderzoeken. Het maatschappelijk belang van Flevo Campus, ja, dat gaat eigenlijk nog steeds over gezonde voeding voor burgers in het algemeen en voor stedelijke burgers in het bijzonder. De bekendheid bij burgers van wat boeren betekenen voor hun voedselproductie. En ik denk dat Flevo Campus ook een mooie bijdrage kan leveren aan het verbinden van de personen die het voedsel produceren met de personen die het voedsel consumeren.